Blijf je hier gewoon al die kipknotsen verkopen? Ja, zeker. Kipknots, Jos Brinkies en Chris Lies. Altijd. Wie is er nou de snackbar? Jij of ik? Godmonde je jong! Nou jongens, voor de echte kenners, die weten waar dit vandaan komt. Cafetaria, het pleintje, de bekendste snackbar van Nederland, die gaat nu officieel sluiten en officieel gesloten worden. Dus dat betekent gesloten! Dat betekent slopen, jong! En nou die papo! Wil ik jij nog een broodje papo of? En ik heb ons weer. Heb je toch helemaal niet besteld? Ja, ik zult het ermee moeten doen. Wie is er nou de snackbar? Jij of ik? Ik. Nou oké, in dat geval. Wat zuur dat de mooiste snackbar van Nederland gaat sluiten. Ja, zeker. Dat is heel jammer. Ja. Het moet tegen de vlakte van de gemeente. Ja, dat klopt. Wij hebben 2,5 jaar geleden hier gekocht met het bouwplan erbij. Dus met de eis dat we gingen bouwen. En dat gaan we nou doen. Ja. Maar ja goed, de gemeente begrijpt toch ook dat dit cultureel erfgoed dient te zijn? Ja, zeker. Dat begrijpen ze echt wel. Alleen, wij hebben hier een aantal jaar geleden hebben wij de afspraken gemaakt dat hier alles nieuw werd opgeknapt, verbeterd. We hebben hier tegenover een nieuw flatgebouw. Hier langs hebben ze een nieuwe school gemaakt. Het schoolpleintje is hier aangelegd. Ja, en dit hoort daarbij. Dus dat betekent dat we dan helaas toch meegaan. Dit is eigenlijk in het nieuwe Maaskantje horizonvervuiling geworden. Ja, zo zou eigenlijk ik het zelf niet willen noemen. Maar jullie zijn het afvoerputje van het dorp. Ja, zo wordt het misschien gezien, dat weet ik niet. Nou, het hele ding staat onder de tocht. Het is van hout, het is rood, het is beschimmeld. Ja, klopt helemaal. En het is aan vervanging toe. Ja, je ziet het, de daken, alles is kapot. Het is op, ja. Kapot! Is gewoon kapot, jong! Nee, het is echt wel... Lampen die het niet meer doen, alles, ja, het houdt op. En ben je niet bang dat je met de nieuwe snackbar daar de nieuwe kidsklanten verliest en heel erg teleurstelt? Jawel, daar ben ik wel bang voor, ja, zeker. Ik denk ook wel dat dat gaat gebeuren. Ja, daar houdt denk ik op. Ja. En wat vreten ze dan? Ja, knoepets, Jos Brinkies en Chris Lies voornamelijk natuurlijk. Ja. Komt er hier nog dan weer zo'n juppensnackbar met van die biologische frieten en avocado's? Nee, zeker niet. We blijven gewoon dezelfde spullen verkopen die we altijd verkopen, want daar zijn we trots op. En... Niks vegetarisch? Nou, dat zal ik niet zeggen, want vegetarische spullen hebben we wel, maar nee, we gaan geen biologische tent horen. Nee, absoluut niet. Blijf je hier gewoon al die kipknotsen verkopen? Ja, zeker. Kipknots, Jos Brinkies en Chris Lies. Altijd. Vond jij deze video nou leuk? Word dan lid van Omroep Poont, de mooiste omroep van Nederland.